De telefoon ging. Ik nam op, riep hoe ik heet en hoorde de wat gebarste stem van een man die op knorrige toon vroeg: heb u mij opgetelefoneerd? Nou, dat ligt eraan. Vroeg ik, hoe is uw naam? Ja, zeg, riep hij geërgerd en hij verbrak de verbinding. Nu woon ik al te lang in Amsterdam om me over zoiets nog te verbazen. Laatst werd ik opgebeld door een andere, onbekende man, die ook zonder zijn naam te noemen riep: ik ga een eind aan mijn leven maken. Nou, nou, meneer, begon ik op apaiserende toon, maar hij gooide de horen er al op. Terwijl ik besloot dat ik dus geen verantwoordelijkheid droeg voor zijn lot, ging de telefoon opnieuw. Het was dezelfde man. Hij zei: ik ga binnenkort een eind aan mijn leven maken. Toch zie ik bij u al een zekere vooruitgang, antwoordde ik, maar hij verdween al in het in gesprek zijn. Ook de man met de gebarste stem belde ten tweede male. Ongemakkelijk zei die: ik heb helemaal geen zin om mijn naam te noemen. Waarom moet dat? Ongetwijfeld had ik te doen met een inwoner van de lastige stad. Daarom deed ik mijn stem een fluwelen handschoen aan en zei: u moet natuurlijk niets, meneer. Maar als u wilt weten of ik u heb opgebeld, dan kan ik u alleen een antwoord geven als u mij vertelt wie u is. Het klonk redelijk, vond ik. De man antwoordde niet onmiddellijk, maar verzonk in een stilte die het vermoeden wettigde dat hij mijn woorden overdacht. Eindelijk zei hij: nou, vooruit dan maar. En hij noemde zijn naam. Die ontstak meteen licht in de duisternis. Opgebeld had ik hem niet, want ik kende hem nauwelijks. Maar ik wist van zijn bestaan af, omdat hij de vader is van een vriend. De vader en het zorgenkind. Op een verjaarsfeestje ben ik eens aan hem voorgesteld. Hij was toen al een wat vreemde oude man die onmiddellijk na het handen schudden tegen me zei: u moet een baard laten staan. Waarom? Vroeg ik. U hebt veel te weinig kin, zei die. En hij draaide mij de rug toe. Ik beschouwde hem toen nog als wat de Engelsen een character noemden. Maar later hoorde ik van mijn vriend dat het gedrag van de oude steeds alarmerender werd. Op een nogal deftige afscheidsreceptie van een voormalige chef zaaide hij grote ontsteltenis door in het zaaltje plotseling tegen de muur te wateren. Ik most, zei hij ter verklaring. Zo'n gebeurtenis krijgt alleen een zeker cachet als het een anekdote is over het ongebonden gedrag van een schilder die later zo geniaal bleek dat zijn erven nog steeds moeiteloos 8 ton incasseren voor elk door hem nagelaten doekje. Maar geniaal was de vader van mijn vriend in zijn scheppende jaren allerminst. Hij had zijn hele leven als ambtenaar doorgebracht achter een schrijfbureau waarvan de laden na zijn pensionering bleken te zijn volgepropt met ongeopende missieven die het opschrift spoed droegen. Daar er toch niks merkbaar misgelopen was, zou men met enige goede wil zijn gedrag
wijsgerig hebben kunnen noemen, maar geniaal, nee. Mijn vriend maakte zich dan ook zorgen, die acuut werden toen de bij hem inwonende vader op een koude winterdag spiernaakt, maar met een paraplu in de hand, aanstalten maakte de straat op te gaan voor zijn dagelijkse ochtendwandeling. Ingeroepen professionele hulp heeft ertoe geleid dat de grijsaard kort daarna is opgenomen in een fraai, van alle gemakken voorzien en poëtisch genaamd tehuis, dat vooral geen inrichting mag worden genoemd, maar het wel is. De vader verblijft daar tussen gelijkgezinde zonderlingen die tezamen een tafereel opleveren dat mijn vriend, als hij op bezoek komt, niet alleen deprimeert, maar ja, ook vult met onbestemde schuldgevoelens. Laatst zei hij tegen een ervaren verpleegster die daar de scepter zwaait: wat me zo kwelt, mevrouw, is dat ik het gevoel heb dat hij me beschouwt als iemand die hem in de steek gelaten heeft. De verpleegster antwoordde: maakt u zich geen zorgen, meneer. Als u de deur hier straks achter u dichttrekt, dan is hij al vergeten dat u geweest is. Maar hij blijft met een zekere wroeging op bezoek komen, de zoon. En alles voor zijn vader doen wat in zijn vermogen ligt. Laatst zei hij tegen me: ik heb er nu voor gezorgd dat hij telefoon krijgt op zijn kamer. Wou hij dat dan graag? Vroeg ik. Nou, hij weet nog van niks, antwoordde hij. Maar als hij nou eenmaal telefoon op zijn kamer heeft, dan, ja, dan zal dat zijn leven stellig veraangenamen, hè? Dan kan hij, als hij zin heeft, is iemand opbellen. Iemand opbellen. Mij bijvoorbeeld. Om op knorrige toon te vragen: hebt u mij opgetelefoneerd? Hoe die daar nou opkwam was me een raadsel. Ik antwoordde dan ook: nee, nee meneer, ik heb u niet gebeld. Oh, zei die. Ja, ik vraag het maar. Want sinds een paar dagen staat hier in mijn kamer zo'n toestel. Waarom dat nou is, ik weet niet wie me dat geflikt heeft, maar lastig is het wel. Loop ik rustig in de gang, op weg naar de conversatiezaal om een kop thee te gaan drinken. En ineens denk ik, misschien gaat die rottelefoon wel. En dan moet ik op een holletje terug naar mijn kamer. Je hebt geen rust meer op die manier. En op bittere toon: ze moeten me nou niet allemaal gaan opbellen. Nou, ik was het in ieder geval niet, zei ik. En terwijl ik nadacht over de tragiek van de goede bedoelingen, hoorde ik zijn stem, bijna jolig: heb je al een baard? Nee, zei ik.